bij Ilies moestuin. Ja, de tulpen staan prachtig in bloei. En dan denk je misschien, zo, het zal wel lekker weer zijn daar in Zuid-Frankrijk. Nou, dat is het helemaal niet. Het is koud, ik heb niet voor niets een kooltrui aan. Het waait af en toe behoorlijk. De afgelopen dagen heeft het ook ontzettend gewaaid. En daardoor, ja, was ik van plan om allerlei dingen te gaan zaaien buiten. Maar dat doe ik dus niet. Dus ik heb niet zoveel te vertellen vandaag, maar ik ga je wel wat uitleggen over hoe je je grond kunt verbeteren. Ook hoe je zandgrond kunt verbeteren, want ja, niet iedereen zit natuurlijk op klei. Nou ja, verder zal ik binnen in de kas. Daar heb ik trouwens wel heel veel gezaaid. Het staat er bomvol. Nou, zal ik je even langs een paar dingen meenemen om te laten zien hoe dat opkomt. En misschien vertel ik nog iets over hoe je moet water geven. Niet te veel, niet te weinig enzovoort. Nou ja, ik ben hier dus mijn grond aan het verbeteren met compost. En dat is natuurlijk fantastisch voor de kleigrond. Maar als je zandgrond hebt, dan is compost ook een heel goed idee. Want compost houdt het vocht vast. Er zit ook een mineralen in. En zandgrond is over het algemeen wat arm. Dus met compost verbeter je de grond daar. Nou, heel goed. En ik doe het hier om mijn grond juist losser te krijgen. En voor zandgrond doe je het juist om het vocht beter vast te houden. Ja, en dan is er nog iets wat je kunt toevoegen aan zandgrond. Dat is bentoniet. Dat is een soort kleipoeder. En dat kun je over al je hele moestuin gooien. Als je moestuin helemaal uit zandgrond bestaat. En daarmee probeer je ook het vocht in de grond beter vast te houden. Nou, verder kan het zijn dat als je op zandgrond zit, dat je grond wat zuur is. Je kunt dat meten. Er zijn allerlei apparaatjes en spulletjes voor in het tuincentrum. Dus dat kun je gaan checken of laten checken. Maar als je grond te zuur is, dan moet je er ook kalk aan toevoegen. Nou, ik zit hier op klei-kalkgrond. Dus ja, ik hoef dat absoluut niet toe te voegen. Wat ik er nog wel hier aan toevoeg is vaak lavameel voor de extra mineralen. En en ik ben van plan om, zodra alles beplant is, om al mijn vakken, alle grond af te dekken met hooi. Ik heb hooi kunnen regelen hier weer bij iemand in het dorp. Ja, dat is makkelijk als je op het platteland woont. En dat hooi, dat ga ik op de grond en rondom de planten leggen, waardoor het vocht beter vastgehouden wordt als het straks in de zomer hier heel warm wordt. En het verbetert ook de grond daaronder. Dus even op een rijtje nog. Als je kleigrond hebt, verbeter het met veel compost, mulch, afgemaaid gras, lavameel voor de mineralen. En ga het afdekken met stro of hooi als het heel erg warm wordt in de zomer. Nou, ik weet zeker dat het hier warm wordt in de zomer, dus ik ga dat zeker doen. Voor zandgrond is er dus ook heel veel compost. Bentoniet, dus die kleiachtige poeder is dat. Ja, en als je ergens een aanhangwagen met leemgrond of kleigrond kunt regelen, ja, is dat natuurlijk ook fantastisch om dat eroverheen te gooien. Ja, en ook mulchje met afgemaaid gras. Nou, dat is een beetje voor de grondverbetering. En natuurlijk, ja, mest, hè. Mestkorrels voor een arme grond. Mestkorrels niet voor alles, maar daar heb ik al vaker iets over verteld. En ik zal het ook elke keer als ik dingen ga planten vertellen of je daar wel of geen mest bij moet doen. Nou, ik heb dus niet buiten gezaaid, omdat het hier heel koud gaat worden. Daarvoor ga ik wel mijn eerste bak straks het plastic weer dicht doen. Nou, wat ik vorige week heb, de worteltjes gezaaid met de radijsjes. Nou, daar heb ik een tunneltje overheen gezet. En ik ga hier over de tuinbonen ga ik een vliesdoek leggen. En ik denk ook dat ik mijn dopjaartjes bescherm met een beetje vliesdoek eromheen. Het is niet echt nodig, maar voor hetzelfde geld wordt het min 4 of 5. En dan krijg je echt wel forse schade. Oké, nou, ik ga dit heel even afmaken. Dit is dan dus het veldje voor mijn aardappels. Nou, ik heb daar heel veel houtas op gegooid. Want aardappels houden heel erg van kali. En dat zit in patentkali, maar dat zit dus ook heel erg in houtas. En ik heb er nu een flinke laag compost op. De grond is goed omgewerkt.
Nou, dat was nog een hele klus. Want deze grond is zwaar hier. Het is echt zware klei. En ik denk dat dat komt omdat dit het laagste punt van mijn moestuin is. Waar de grond nog aardig vochtig was. Nou, het was een hele klus. Maar ik zeg ook altijd, ik heb geen sportschool nodig. In het voorjaar moet ik hier zo hard werken om de boel in orde te krijgen. Dat die winterkilo's er zo af zijn. Nou ja, mijn moestuin ligt er geweldig bij. Hij is helemaal klaar om beplant te gaan worden. Het enige waar we nu nog op wachten zijn wat betere temperaturen. Nou, in de kas is de temperatuur sowieso heerlijk, want het zonnetje staat erop. En ik ga even met je kijken naar. Nou, je ziet het. Alle planken staan helemaal vol. Echt allemaal vol. Ja, en dan heb ik hier ook nog mijn tafeltje met mijn warmtematjes. Staat ook bijna helemaal vol. Op mijn werkbank staan ook nog allemaal bakjes met zaaigoed. Staat ook stampvol. Maar goed, vorige week hebben we tomaten gezaaid. En we zijn nu 10 dagen verder. En ik heb ze toch binnengezet. Om te ontkiemen, want het was gewoon te koud. Nou, kijk eens. Ze zijn werkelijk. Ik geloof dat elk zaadje is opgekomen. Ik geloof dat er niet één achter is gebleven. Ja, en dan heb ik natuurlijk weer veel te veel. Ik denk dat jullie dat probleem allemaal wel kennen. Je denkt nou toch nog een paar extra. En, maar goed, het is niet zo erg. Dat het te veel is. Want ik ga nog verspenen. En er zijn hier altijd mensen in de buurt die weten dat ik altijd te veel heb. Dus die krijgen dan van mij uiteindelijk wat ik over heb. Dat geef ik allemaal weg. Nou, over het water geven. Kijk. Je ziet, ik heb die deksel erop, waardoor ze goed vochtig blijven. Maar kijk, deze grond is eigenlijk iets te droog. Hierboven is die wat donkerder. Daar is die wel redelijk goed. Maar ik voel altijd met mijn vingers hoe de grond is. Nou, ik vind deze iets te droog. Ze staan er nog wel goed bij. Maar die krijgen van mij nu toch een beetje extra water. Want ze staan bij het raam. En de zon staat erop. En ondanks dat de kap erop zit. En je ziet, die kap is helemaal... condens zit er allemaal op. En dat is juist goed, want dat valt weer op de... Op de plantjes. Maar ik denk toch dat ik ze straks nog wel een beetje water ga geven. Ik zal even in mijn spuit pakken. En dan ook weer niet te veel. Maar wel zo dat ze een beetje vocht krijgen. Kijk, zo doe ik dat ongeveer. Zodat de bovenlaag weer een beetje vochtig is. En dat de grond niet uitdroogt. Nou, de kap gaat er weer op. We oppassen dat mijn tomaatjes er niet tussen zitten. Nou, en zo loop ik elke dag even langs de plank. Langs alles wat hier staat. En dan voel ik even met mijn vinger, is het te nat? Ja, de bietjes, nou, die kunnen ook wel wat hebben. En... Je voelt het eigenlijk met je vinger. Als je de grond voelt, hij is vochtig, dan is het goed. Als je vinger denkt, oh, die grond is wel droog, dan is het eigenlijk ook altijd te droog. En dan, nou ja, hier staan de laterissen. Die staan trouwens in eierdozen en die nemen ook heel veel vocht op. Dus, nou, die krijgen ook een beetje extra. Ja, en als je dus je zaaigoed achter de ramen hebt staan, dan wordt het heel snel te warm. En kunnen ze dus eigenlijk heel snel verbranden. Daar moet je dus echt op letten. Ja, ik loop echt 1 en soms wel 2 keer per dag langs mijn plantjes om te kijken, hebben ze allemaal nog genoeg water? Nou, dit is allemaal nog goed, dat voel ik. Dan weten jullie dat het met mijn prei helemaal mis was gegaan. Nou, ik heb het helemaal opnieuw gedaan. Weer zo'n hoge pot. En nou ja, ik zie nu na 10 dagen nog steeds helemaal niks. En dat was dus, ik heb hier onderin grof materiaal, toen goede potgrond, bemeste potgrond, toen zaaigrond en dan een beetje zand erbovenop en onderin water. Nou, er gebeurt nog helemaal niks.
Maar nou had ik op een Franse site gelezen, een man die gebruikt dit soort bakjes. Dat zijn piepschuimbakjes. Ik geloof dat er voor de vis. Nou had ik nog zo'n bakje van mijn vader. En, ik weet niet of je het kan zien, maar ik zie de prei opkomen. Ook weer onderin een grove laag, toen weer goede potgrond. Daarop weer zaaigrond goed aangestampt. En nou zie ik toch verdorie, hele kleine preitjes, ze komen op. Ik denk dat het toch door die piepschuimenbak komt, want die bak die houdt goed warmte vast. En nou, volgende week zijn ze waarschijnlijk iets groter, dan zal ik je het laten zien. Maar ik denk dat ik nu toch breiplantjes ga krijgen. Nou, dat is mooi. Verder. Oh ja, we gaan even hier naar de warmtematjes kijken. Want het gaat ontzettend goed op die warmtematjes. Ik heb van de week ook bloemen gezaaid. En die staan er nu op. En ik had Diaskia al een keer. Diaskia, dat zijn hele kleine schattige plantjes straks voor buiten in de bloembakken. Nou, die had ik binnen gezaaid. Niks opgekomen. Nou, toen heb ik het nog een keer gezaaid en op de warmtemat gezet. En ja hoor, het komt op. Nou, Afrikaantjes staan er nu op. Ik hoop dat die ook opkomen. Ik heb nog een ridderspoor gezaaid. Die komen ook op. En wat me ook gelukt is, is om... hoe heet die ding ook? ik vergeet gewoon die naam. Ja, het is al mijn leeftijd wel zijn. Vlijtige liesjes. Nou, dat was altijd een drama elk jaar om dat boven de grond te krijgen. Nou, en prima. Ze doen het hartstikke goed. Dus die kan ik binnenkort gaan verspelen al. Nou, en ik kreeg nog een tip van een kijker. Dat ik er isolatiefolie onder moest doen, onder die matjes, zodat er nog meer warmte in de planten kwam. En dat heb ik inderdaad gedaan. Hè? Dat gaat hartstikke goed. Nou, dan heb ik hier ook nog een bak met dingen gezaaid wat ik eigenlijk buiten wilde zaaien. Nou, dat is snijbiet. Even kijken, Batavia sla. Oh, en spinazie heb ik ook nog erin gedaan. En wat heb ik nog meer? Oh, witte uien. Dat had ik allemaal buiten willen doen, maar ja. Dus die heb ik hier ook nog opgezet. Ik zie dat de spinazie, die komt dan boven de grond. Nou, dat heb ik alleen maar voor de lol gedaan om te kijken hoe dat gaat binnen. Want ja, spinazie moet je eigenlijk gewoon buiten zaaien op rijtjes. Maar ja, met de kou. Ja, en dan ga ik volgende week heel erg hard aan de slag hier in de kas. Want er moet ontzettend veel verspeend worden. De tomaten moeten verspeend worden. De bietjes moeten verspeend worden. Eens even kijken. De bloemen hier kunnen verspeend worden. Daar heb ik nog sla staan. Knolselderij. Dus ja, dat is allemaal wat ik volgende week ga doen. Nou, ik hoop dat het bij jullie in Nederland niet te koud wordt. Want ik heb gezien dat het daar ook gaat vriezen. En dus ja, dek alles af als je al dingen buiten hebt staan. Ik ga dat ook doen voor de zekerheid. Nou, als je nog niet op mijn kanaal bent geabonneerd, dan kan je dat nu doen. En klik vooral dat belletje daarnaast aan, want dan krijg je bericht als er weer een nieuwe vlog is. En dat is natuurlijk wel elke zaterdag al om 7 uur 's ochtends. Maar als je het een keertje vergeet, dan krijg je toch een berichtje. Nou, dan zou ik zeggen, heb een fijn weekend. Je kan nog van alles zaaien dit weekend. En volgende week kun je gaan verspenen. Als het bij jullie de plantjes ook al zo groot zijn en 4 blaadjes hebben. Nou, goed weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week. Dag!